Breda Nu. Je weet het meteen. Ik sta hier vanavond in het Gimbrere Theater in Breda. En ik ben hier getuige van een eenmalig jazzconcert van een uniek trio. De trio bestaat ten eerste uit de Duitser Thomas Lee Chen. Hij zingt, speelt klarinet en saxofoon. De tweede man van het drietal, dat is een Belg, Karel Algoed. Hij is de bassist. En als laatste, maar zeker niet de minste, is onze Breda's trots, Harry Kanters. Hij is jazzpianist. En wat gaan zij ons vanavond laten horen? New Orleans jazz. We gaan gelijk onze topografie even ophalen. Hier is het New Orleans en Braziliaanse choros. Brazilië. En op de achtergrond, daar hoort hij zelfs spelen. Wij hebben er erg veel zin in en we nemen u vanavond mee. Harry Kanters, jazzpianist, gespeeld over de hele wereld, maar vanavond hier weer terug in dit hele kleine, knusse, gezellige Gimbrere theatertje. Hoe voelt het om weer terug te zijn in Breda? Nou, ik ben best wel veel in Breda hoor. Het is inderdaad, ik speel op veel andere plaatsen over de hele wereld. Ja, het verste was zelfs Tasmanië, maar heel veel natuurlijk in Nederland en in België en Duitsland. Dat zijn toch ook wel veel plekken. En het is altijd leuk om in Breda te spelen. Ik speel natuurlijk ook heel geregeld hier in Breda. Maar hier zo in dit theater, dat geeft wel iets extra's. Want het is natuurlijk een heel knus gebeuren. En het ziet er ook echt uit als in de stijl waar vroeger ook deze muziek gemaakt werd. Dus dat maakt het heel leuk. Ja. Tonight, New Orleans, jazz. Can you tell us something about this music? Well, it's very hard to say something about New Orleans jazz in just a few sentences. But it's where the jazz was born, and New Orleans jazz has kept up the tradition. It has very particular elements that are quite unique. So, but it's very hard. You would have to need a drum kit and some instruments to explain what it is. I lived there for on and off for 15 years. So, yeah, I grew up with it, and I love New Orleans jazz. Did it all my life. Vanavond en dan worden er ook Afrikaanse stukken gespeeld. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Ja, Afrikaans. Ik denk dat ongeveer alles afkomstig is uit Afrika van de muziek die we spelen. Dus de New Orleans muziek, maar ook de stukken Braziliaanse muziek. Het komt natuurlijk, een groot deel komt ook van Afrika. Hè. Het is een kruising van verschillende culturen die tot één soort muziek gekomen is en die verder geëvolueerd is en nog altijd dagelijks verder evolueert. Ik denk dat ongeveer alle rock- en popmuziek schatplichtig zijn eraan, aan deze muziek. Brazilian choros? I love that music. I fell in love with it 15 years ago or so, and I'm going there every year for the last 8 years for 3-4 months to study choro and samba music. It's a little older than jazz. It was composed in the mid 19th century, and what is amazing is still being played by a lot of young people. One combination, a perfect he and she. Well, I'm crazy about my baby, but my baby's crazy about Harry. Breda Nu. Je weet het meteen.